Goedemorgen. Hartelijk welkom bij het eerste webinar van Prisma Note. Vandaag gaan we kijken naar de basisfunctionaliteiten van de websitebouwer. En allereerst hier iets over deze chat. We hebben hier dus aan de rechterkant, zie je hier nog een chatscherm ook. Daar kan je ook je vragen in zetten. Dus de bedoeling is dat we nu naar de websitebouwer gaan kijken. We willen in deze eerste webinar meer naar de basisfunctionaliteiten kijken. En dan in volgende webinars dieper ingaan op diverse opties en mogelijkheden. Maar we dachten van het is zeker wel leuk voor zo'n eerste webinar om te starten met meer de basisfunctionaliteit. Zodat je bijvoorbeeld teksten kan aanpassen, afbeeldingen kan aanpassen. En dan gaan we vanaf hier verder. Ja, we hebben erg veel leuke reacties ook erop gekregen om hiermee te starten. Natuurlijk, de vraag is wel of het liefst op maandag kan. Dat begrijp ik heel goed natuurlijk, hè, want de winkels zijn dan dicht. En dan, ja, dan heb je ook natuurlijk meer tijd hiervoor. Maar omdat het nu natuurlijk Pinkster is, dachten we van, we beginnen gewoon op vrijdag deze keer. En dat doen we vanaf de volgende keer op de maandag. Nou, hebben jullie een beetje goed geluid en beeld momenteel? Of niet? Ik zie hier Evelien is aanwezig, Miranda, Francine, Remco. Hartelijk welkom allemaal. Laten we snel beginnen, want de tijd die is kostbaar. Even kijken hoor. Ik ga dus dan mijn scherm delen. Dan lopen we eerst door het eerste onderdeel heen. En als er dan vragen zijn, dan kan je die stellen. Even kijken hoor. Ik zie hier wat vragen. Ja, oké, mooi. We zijn er. Ik ga dan eerst dus het scherm delen voor de eerste, het eerste onderdeel. Hè. Dus dan gaan we even kijken naar de algemene layout van de websitebouwer, waar welke functies zitten. En dan als daar vragen zijn, dan kijk ik weer even naar de chat. Kunnen we die beantwoorden? En als het allemaal duidelijk is, dan gaan we gewoon gelijk weer door naar het volgende onderdeel. Oké. Dan deel ik hier mijn scherm. En dan zitten we hier in Prisma Note. Dit scherm is voor velen van jullie wel bekend. Je hebt hier dus het hele menu. En dan zitten we hier in het kopje Websitebouwer. En dan hier achter de website kan je klikken op bewerken om de Websitebouwer te openen. Nou, ik heb hem hier al geopend, omdat mijn schermresolutie anders staat ingesteld. Als je daar dus op klikt, op bewerken, op die knop bewerken, dan open dus de websitebouwer en dan kan je dus je hele website aanpassen. Nou, allereerst zien we hier dan bovenin de mogelijkheid om van pagina te wisselen. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn pagina dames of mijn pagina trouwringen wil ik aanpassen. Dan kan je hier dus die pagina wisselen. Nou, daarnaast kan je wisselen tussen de verschillende apparaten. Dus werk je, hè, wil je de website bewerken voor de desktop, de tablet of bijvoorbeeld mobiel. Hier zit dan nog een verdere zoekfunctie eventueel om te zoeken echt in de editor. Hier hebben we nog de optie om echt de code te wijzigen. Dus dan moet je echt wel meer verstand natuurlijk hebben van HTML en CSS. Dus dat is voor de meeste mensen niet zo relevant. Vervolgens heb je hier ook nog een mogelijkheid om een voorbeeld te zien van je website. En ook de website opnieuw te publiceren. Dus je kan bijvoorbeeld wijzigingen toevoegen. Dan slaat hij ze automatisch op. Dat zie je hier aan dit pijltje. En dan als je ze live wil zetten, dan zet je op opnieuw publiceren. Nou, en het maakt niet uit als je een wijziging doet die dan, als het bijvoorbeeld helemaal fout gaat. Dat is geen enkel probleem, want we hebben ook backups. Dus je kan ook altijd weer je website gewoon weer terugzetten in de originele staat hoe die was. En dan hebben we hier aan de linkerkant hebben we dus de knop ontwerp. En hier kunnen we instellen eigenlijk de algemene layout van mijn website. Dus je kan hier bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil de algemene teksten aanpassen. Dus kan ik hier bijvoorbeeld al het lettertype instellen. En die wordt dan direct doorgevoerd op alle plekken van mijn website. Die wordt dus ook gebruikt voor bijvoorbeeld je productpagina's. Nou, als je
bijvoorbeeld een tekst hier wijzigt, dus op een pagina zelf, dan overschrijft hij dat weer. Dus je kan natuurlijk ook gebruik maken van verschillende soorten lettertypen. Nou, verder heb je hier dus ook nog die H1 teksten, H2, H3. Dus dat zijn meer die titelbalken. Dus bijvoorbeeld dit, als ik hier op die tekst klik, dan zie ik hier, dat is een H2 tekst. En die kan ik ook wijzigen naar een H3. Maar daar wil ik dan straks nog even op terugkomen. Nou, ook kan ik hier dus mijn knoppen instellen. Is zeker leuk om even naar te kijken. En hier wijzig ik dus direct al mijn knoppen die op mijn website staan. Natuurlijk kan ik elke knop ook weer apart aanpassen. Maar hier kan je al het algemene, de algemene stijl instellen. Het is misschien ook wel leuk om nog een keer een webinar te geven over goed ontwerp. Wat is goed ontwerp? Duidelijk. Waar wil je naartoe? Nou, onder de ontwerppagina's heb je de pagina. En hier staan eigenlijk alle pagina's die je eigenlijk ook hierboven ziet. Maar hier heb je dan nog meerdere opties per pagina. Dus achter elke pagina staat ook een tandwiel-icoon. Dus als ik hier bijvoorbeeld ook op deze pagina bijvoorbeeld klik, dan ga ik naar de homepagina. En dan achter elke pagina staat dus dit tandwieltje. Als ik daarop klik, dan heb ik verschillende opties. Ik kan de pagina een andere naam geven. Ik kan hem bijvoorbeeld weergeven of verbergen in het menu. Ik kan de pagina dupliceren. Dus dan kopieer je hem eigenlijk om bijvoorbeeld weer een aparte pagina ervan te maken. Ik kan meer SEO-instellingen doen. Of ik kan bijvoorbeeld de toegang instellen. Dus dan kan ik bijvoorbeeld een wachtwoord toevoegen aan die pagina en alleen zichtbaar maken voor mensen met het wachtwoord. De homepagina kan je niet verwijderen, maar de andere pagina's kan je dus ook verwijderen. Daarnaast kan je dus ook een nieuwe pagina toevoegen door op deze knop te klikken. En dat wil ik straks ook nog laten zien hoe je dat dan het beste kan doen. Nou, ook hierbovenin heb je nog pop-ups. Dus je kan ook op dezelfde manier pop-ups maken als pagina's. Onder pagina's staat widgets. En dit zijn eigenlijk alle elementen die je in kan slepen in de website. Dus ik zeg bijvoorbeeld, ik heb hier tekst of een afbeelding. En daar kan ik dan op klikken. Dan hou ik mijn linkermuisknop ingedrukt. En die sleep ik dan naar de plek waar ik hem wil hebben. En dan verschijnt hier die tekst om te kunnen aanpassen. En zo heb je heel veel verschillende opties. We kunnen knoppen toevoegen, bijvoorbeeld een carousel, dus zo'n slider is dat afbeeldingen zo slepen. Een fotogalerij, een contactformulier, openingstijden. En ja, daar gaan we dus verder nog op in. Onder de widgets heb je de inhoud. En dit is ook wel belangrijk om in te vullen, dus om even te noteren en straks te controleren van heb ik deze informatie hier ingevoerd. Dus ik kan hier bijvoorbeeld mijn bedrijfsinformatie toevoegen, mijn naam van mijn locatie. Dus dan zeg ik hier bijvoorbeeld Juwelier Bos. En hier ook de naam van je bedrijf. Je kan een logo opvoeren. En ook dus je telefoonnummers, e-mail en links naar social media. En ook je bedrijfsadres. Nou, dat kan dus hier bij inhoud. En dan klik ik hier op bedrijfsinfo. Hetzelfde geldt ook voor zakelijke tekst en zakelijke afbeeldingen. Die drie wil je eigenlijk even invoeren. En dan vervolgens kan je hier dus ook klikken op bekijken en inschakelen. En dan geef je dus ook je website weer. Dan zeg je eigenlijk tegen de zoekmachine van mijn website is een lokaal bedrijf. Dus dan word je ook lokaler bij dit adres beter gevonden in die buurt. Nou, onder de inhoud heb je nog de knop personaliseren. En hier kan ik bepaalde regels instellen, bijvoorbeeld een pop-up in laten komen of mijn, bijvoorbeeld een meldingsbalk. En ja, dat personaliseren wordt natuurlijk steeds belangrijker om elke websitebezoeker een unieke ervaring te geven. Dus bijvoorbeeld als iemand voor de tweede keer op je website komt, dat je dan bijvoorbeeld een couponcode laat zien. Of bijvoorbeeld met Valentijn. Dat is bijvoorbeeld ook wel leuk om nu alvast te laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld de optie feestdagen en speciale gebeurtenissen. Dan kan ik hier op nieuwe regel klikken. En dan klik ik hier op
feestdagen. En dan kan je dus ook bijvoorbeeld hartjes laten vallen of vuurpijlen met Oudjaarsdag. En dat zijn wel leuke triggers die je website net weer even wat anders maken. En natuurlijk, dat hoef je niet op elke pagina in te stellen. Alleen de homepagina is bijvoorbeeld al voldoende. Maar dan hebben mensen toch even zo'n feestelijke verrassingselement op je website. Nou, onder personaliseren heb je nog de blogfunctie. En hier kan je dus ook gaan bloggen. Dus je kan ze hier allemaal beheren. Nieuwe posts toevoegen. Ik hoop in een apart webinar ook nog verder in te gaan op hoe schrijf je nou een goede blog. En wat is daar nou een goede manier voor. Want daar kan je natuurlijk uren over praten. En het is wel leuk om dat dan in een aparte sessie te doen. Nou, onder de blog heb je nog de optie instellingen. En hier kan je nog verschillende website-instellingen doen. Bijvoorbeeld hier de favicon. Dat is eigenlijk het icoontje wat je hierboven ziet. Dat moet dan ook vaak voor mooi een PNG-bestand zijn. Dus eigenlijk met zo'n transparante achtergrond. En niet al te groot. Mooi vierkant. Ja, en dit is dus de afbeelding die je kan delen op social media. Dus deel je bijvoorbeeld de link van je website. Dan wordt deze afbeelding die hier staat getoond. En die kan je ook nog bij pagina's, kan je die hier via dat tandwieltje ook nog apart instellen. Verder hebben we hier de URL, dus als je die ooit een keer wil wijzigen, dan kan dat. Dit is het certificaat, dus dat slotje wat hier staat. Hier heb je nog de SEO-instellingen. Dit is ook altijd wel goed om gelijk even naar te kijken, want bij instellingen SEO... Daar kan ik dus de algemene SEO-instellingen doen voor mijn website. Dus bijvoorbeeld als ik op een pagina dat nog niet gedaan heb via dat tandwieltje, dan kan ik dat hier doen en dan wordt wat hier staat, wordt dan getoond. Ik kan ook nog een Google Analytics code toevoegen. Doorverwijzingen, dus bijvoorbeeld als je een link gewijzigd hebt en ik wil die weer doorgeven naar een andere pagina, dan kan ik die hier toevoegen. Bijvoorbeeld als ik een pagina verwijderd heb, maar die link staat bijvoorbeeld nog wel op social media, dan kan je die link op deze manier zeggen van oké, dit wordt een nieuwe pagina. En dan krijg je dus ook al die ranking die je ook met Google ermee gehaald hebt, die blijft dan ook behouden. Die wordt eigenlijk doorgestuurd naar die andere pagina. Nou, hier kan je nog eigen code ook toevoegen in de body en in de head. Beetje technisch. Hier staan dus alle backups. Dus bij backup maken. Als je dus een fout hebt gemaakt op de website. Bijvoorbeeld je hebt een pagina niet goed gemaakt. Dan kan je die hier ook weer terugzetten. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oeps, ik ga gewoon weer terug naar voor mijn wijzigingen. Dan staat mijn website weer goed. Dus je kan altijd weer een website van backup terugzetten. Die worden automatisch gemaakt. Maar je kan ook zelf een backup maken. Dus dan typ je hier tekst. En dan zeg je opslaan. Nou, het is ook nog mogelijk om de taal in te stellen. Die staat standaard hier op Nederlands. En via pagina's onderaan is het ook nog mogelijk om website talen toe te voegen. Is op zich ook wel interessant. Maar hou er rekening mee dat dus wel je website daardoor trager wordt. Zeker als je ook veel leveranciersproducten toont. Dan heeft dat wel effect op de snelheid. Dan hebben we hier nog privacy-instellingen, dus echt voor het privacybeleid en de 404-pagina. Dus dat is eigenlijk de error-pagina die tevoorschijn komt als iemand bijvoorbeeld een verkeerde link heeft ingevuld. Dus als een pagina niet meer bestaat, dan krijgt hij deze 404-pagina te zien. En het is op zich ook wel slim om die pagina een keer aan te passen en daar bijvoorbeeld wat knoppen op te zetten door te zeggen van oeps, deze pagina bestaat niet meer, zocht je bijvoorbeeld horloges. En dan kan je op die horlogeknop klikken. Dus op die manier, als die pagina natuurlijk leeg is, dan zullen mensen gewoon weer je website verlaten. Terwijl je eigenlijk wil natuurlijk weer dat ze doorklikken naar de juiste onderdeel op je website. Nou, hier heb je nog de Progressive Web App. Dat is vooral voor Android gebruikers, voor de Samsung. En het is op zich wel slim om ook even te activeren. Daardoor kunnen mensen dus jouw website ook als een app installeren. En dat heeft ook weer positief effect op die snelheid van je website. Nou,
Dan gaan we even hier, dan ga ik weer mijn scherm delen. Goedemorgen weer. Wat vonden jullie van het eerste onderdeel? Zijn hier nog vragen over? Of zullen we doorgaan naar meer uitleg over de paginaopmaak? Ik zie ook dat er weer mensen bijgekomen zijn. Hartelijk welkom, leuk dat jullie er zijn. We gaan door, zie ik. Oké, top. Dan gaan we weer verder en dan ga ik nu kijken dus naar welke pagina, of eigenlijk hoe een pagina is opgebouwd. Dat willen we nu gaan kijken. Dus je hebt verschillende onderdelen, de header, tekst en eigenlijk de body en de footer. En we gaan nu kijken dus hoe je dat het beste even kan instellen. Hè? Dus hoe dat werkt. Ja, hier hebben we dus een tekst, of eigenlijk een pagina. Nou, en een pagina bestaat simpel gezegd uit drie onderdelen. Je hebt allereerst de koptekst. Dat is dit stuk hierboven. En die bestaat dus, die is zichtbaar op elke pagina. Je hebt hier de body. Dus dit is per pagina verschillend. Dus als ik hier zeg van ik switch naar horloges, dan wordt hier weer een andere pagina getoond. En dus dit blijft hetzelfde, dit verandert. Nou, en onderaan de pagina heb je nog de footer. De voettekst. En die blijft ook op elke pagina hetzelfde. Nou, en door hier bijvoorbeeld op koptekst te klikken, kan ik diverse instellingen doen met voor de header. Dus ik kan hier op dit oranje label klikken en dan kan ik zeggen inhoud bewerken. En dan kan ik hier specifiek de koptekst ook voor deze pagina bijvoorbeeld verbergen. En dat is bijvoorbeeld wel interessant ook voor de mensen die al iets meer van de website bouwen weten, om dat te doen voor de checkout pagina en de kaart. Want je wil dus niet eigenlijk dat mensen weer, als ze een product hebben toegevoegd aan je winkelmand, dat ze dan je pagina verlaten. Dus het is wel slim om via pagina's naar de pagina kaart en checkout te gaan. En daar via koptekst hierop te klikken. En dan te zeggen inhoud bewerken. En dan zeggen verbergen op de pagina. Nou, elke pagina is opgebouwd uit rijen. En dat zie je hier ook. Kijk, hier in de header heb je dat dus ook. Je hebt hier een blauw labeltje. Het staat een beetje verstopt hier. En daar staat dus het woord rij. Ik kan het hier beter laten zien. Kijk, hier heb je dus een rij. En per rij zie je dus ook dat er een blauwe omlijning komt. En dat betekent dus dat dit de rij is. Dus van de rij loopt van hier tot en met hier. En elke rij, die komt dus onder elkaar te staan. Dus ook als ik bijvoorbeeld weer wissel naar bijvoorbeeld mobiel, dan toont hij altijd die rij eerst. Dus stel, ik heb hier een rij met vier kolommen. Ja, want een rij is er opgedeeld dus in kolommen. Dan op de mobiel gaat hij deze vier kolommen dus onder elkaar tonen. Nou, ik kan hier ook, als ik op dit blauwe label klik en ik zeg op toevoegen, kan ik een rij eraan toevoegen, dus hierboven, of een rij eronder. Maar ik kan dus ook zeggen, van als ik hier bijvoorbeeld een wit stuk heb, kan ik hier ook op het blauwe label rij klikken en zeggen verwijderen. Hoe kan je dan dus het beste deze pagina opbouwen? Nou, allereerst kan je dus kijken van nou, wat wil ik maken? Dus ik kan hier zeggen van nou, wil ik een pagina breed weergeven? Dan kan ik allereerst bijvoorbeeld, eerst gaan we eigenlijk kijken van welke content zet ik waar neer? Dus wil ik hier bijvoorbeeld tekst en een afbeelding, of tekst en een knop, of tekst, tekst, tekst bijvoorbeeld. Dan kan ik hier op rij klikken en dan zeg ik toevoegen. En dan zien we hier kolom. Dus ik kan ook kolommen toevoegen. En dan zie je dus dat hier nu in een rij twee kolommen staan. En dan kan er tot vier kolommen kan ik dus toevoegen. Nou, vervolgens kan ik hier, als ik op widgets klik, kan ik daar dus tekst inslepen, invoegen in een nieuwe kolom. Zie je, dus dan wordt die maar in dit tekstgedeelte, of in deze kolom geplaatst. Ik kan ook met mijn muis
erop drukken, ingedrukt houden en bijvoorbeeld hier naartoe slepen. Dus nu staat hij in een andere kolom. Kijk, als ik deze kolom weggooi, dan zien we 3 kolommen. En dus op die manier is elke pagina dus opgebouwd uit rijen en uit kolommen. En ik kan ook nog een binnenste rij toevoegen. En dat wil eigenlijk zeggen dat er dus, kijk, zie, dan kan ik dus aan deze kolom kan ik ook nog een extra ruimte toevoegen. Dus eigenlijk kan je op deze manier 4 keer 2, dus 8 verschillende vakjes maken per rij. Nou, nu zien we hier best wel veel witruimte aan de zijkant. En als ik hier op het blauwe label klik en ik zeg dan ontwerp bewerken, dan kan ik hier ook de schakelaar rij over marge aanzetten. En op die manier ga ik deze inhoud dus paginabreed weergeven. Kijk, want je ziet hier, als ik hier even een nieuwe rij toevoeg, een rij hierboven, kijk, dan zie je dat hier houdt de rij op aan deze 2 punten, maar hier heb ik hem tot en met het einde. Verder, wat erg leuk is ook van deze websitebouwer, is dat je ook heel eenvoudig verschillende rijen, voorgeprogrammeerde rijen kan toevoegen. En dat kan dus met dit blauwe bolletje. Dus dan wijs ik hier op een rij. Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou, ik wil hier tussen deze slider en deze 4 opties wil ik een nieuwe rij toevoegen. Dan kan ik dus hier op dit blauwe bolletje klikken, daartussen. En dan verschijnt er de tekst sectie toevoegen. Nou, als ik daar dan op klik, dan verschijnt er hier weer een nieuw menu aan de zijkant. En dan kan ik hier iets toevoegen wat ik mooi vind. Dus bijvoorbeeld ik zeg nou, ik wil hier bijvoorbeeld een galerij toevoegen. Dan kan ik hier zeggen van nou, ik wil deze galerij. Dat vind ik wel mooi. Dan klik ik daar dus op en dan wordt die hier ingeladen. Als die niet inlaat, dan kan je alsnog ook op opslaan klikken. En dan wordt die alsnog getoond. En dan wordt die hier dus toegevoegd als nieuwe rij. Zie, dus dan heb ik hier die slider. Dan verschijnt hier deze nieuwe rij. En dan heb ik hier weer mijn volgende rij. Nou, en op deze manier kan ik dus heel eenvoudig deze informatie aanpassen. Ja, hier zie ik natuurlijk dan een peer. Maar ik kan ook zeggen van ontdek de nieuwste collectie. Zoek. Om die teksten aan te passen, klik ik dus op die tekst. En dan heb ik ook diverse instellingen. Dus het maakt niet uit waar ik dus op in de websitebouwer op een tekst klik. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil hier deze tekst aanpassen. Dan heb je dus ook verschillende opties. Dus die bewerkbalk van die tekst, die verschijnt dan ook hier. Nou, ik wil hier bijvoorbeeld zeggen van ontdek alle collecties bijvoorbeeld, hè? Alle collecties. En dan klik ik vervolgens hier op dit groene vinkje en dan heb ik de tekst dus aangepast. Nou, en per tekst kan ik dus ook de lettertypes aanpassen. Ik kan zeggen van nou, ik wil hem vet gedrukt hebben of niet. Vaak is als je minder vet hebt, dat is wat chiquer. Heb je hem wat dikker, dat is vaak wat prijs aantrekkelijker. Nou, cursief hebben we nog. We hebben onderstreept. Hier heb je nog meer opties voor doorstrepen, schaduw. Je kan ook de kleuren instellen. En wat voor soort tekst het is. Dus bijvoorbeeld de hoofdtekst. Of het dus een H1, een H2. Kijk, dus die titel, die wijzigt hier. En die kon ik dus ook instellen hier bij ontwerp. En een algemene teksten. Hier linksbovenin, ontwerp, algemene teksten. Kan ik dus ook die teksten als standaard aanpassen die dan zichtbaar worden. Dus de lettertype grootte bijvoorbeeld. Hier kan ik ook nog het lettertype aanpassen. Nou, het is verstandig, zeker voor de snelheid van je website, om maximaal 2 verschillende soorten lettertypes te hanteren. Dat is eigenlijk het beste per pagina. Want hij moet die lettertypes altijd weer ophalen, inladen. En dan, dat vraagt gewoon weer tijd. En dat wil je zoveel mogelijk stoppen. Nou, hier heb je ook nog de optie link, dus dit paperclipje. En als ik daar dan bijvoorbeeld hier een tekst selecteer, dus ik zeg bijvoorbeeld ontdek,
Zeg bijvoorbeeld ontdek hier alle collecties. Dan kan ik dit stukje tekst selecteren. Dan zeg ik link. En dan kan ik hier ook een verschillende... Ja, heb ik verschillende mogelijkheden om naartoe te linken. Dus ik kan zeggen, ik wil linken naar een bestaande pagina. Of ik wil naar een aparte URL. Bijvoorbeeld www.google.nl. En dan opent die dus die website in een nieuw venster. Ik kan in een pop-up openen. Ik kan een anker maken. Daar hoop ik zo meteen er nog dieper op in te gaan. Al die opties bij een knop. Nou, hier kan je ook nog de uitlijning doen van de teksten. Wil ik de teksten in het midden uitlijnen of liever bijvoorbeeld aan de linkerkant? Of je kan hier ook nog de regelhoogte aanpassen. Vaak wil je dat op anderhalf houden, want dat is net wat leesbaarder voor de mensen. Ook qua paragrafen, tekst, is het ook aan te bevelen. Als ik hier bijvoorbeeld paragraaf heb, om dat op 15, 16 te houden. Het is een beetje afhankelijk van het lettertype. Maar zeker, je hebt ook gewoon mensen die hebben natuurlijk wat slechter zicht. En ook die wil je bedienen. Dus dan moet je niet al te kleine lettertjes hebben. Hoewel natuurlijk kleine lettertjes wel weer chiquer is. Dus het is net wat je prefereert. Het is een beetje een gevoel wat je dan hebt. Nou, ik kan hier ook een lijstje van maken. Dus dan zeg ik verschillende opties. Nummers. Tekstrichting en verbinden met gegevens. Dat is niet echt relevant momenteel. Dat heeft meer weer met andere collecties te maken. En ik kan hem hier dan opslaan. Nou, dan gaan we nu kijken hoe je een afbeelding kan wijzigen. Of een galerij. Of laat ik eerst even vragen, is dit tot zover duidelijk? Zijn we hier verder gekomen met het aanpassen van teksten? En is ook hoe je dus een pagina opbouwt, is dat ook duidelijk. Ik kan misschien nog wel iets laten zien, ook van het menu zit ik te denken. Dat is misschien nog wel verstandiger om eerst even te doen, voordat ik dus verder inga op die inhoud van die widgets. Eén moment. Kijk. Want hier heb je dus de koptekst. En die bestaat dus uit verschillende onderdelen. Dus je hebt hier altijd het menu, wat hier staat. Je hebt hier het logo. Je hebt hier de zoekfunctie, het winkelmandje en de mijn account-icoon. En je hebt hier nog een knop. Die kan je bijvoorbeeld toevoegen om bijvoorbeeld direct de mensen naar de winkel te sturen. Want je moet zo denken, iemand opent je website. Nou, wat wil die graag het liefst? Hij wil je of direct heel eenvoudig kunnen benaderen, omdat hij heel gericht al met jou contact wil opnemen. Dus dan moet dat heel duidelijk zijn om contact op te nemen. Iemand hoeft niet te moeten zoeken. En je wil natuurlijk ook direct je hele assortiment laten zien. En je hebt er nog je logo. Je logo kan je eenvoudig aanpassen door hierop te klikken. En dan kan je dus hier zeggen vervangen. En dan kan ik dus een andere afbeelding uploaden of wijzigen. Ook het menu, als je dit wil aanpassen, dan kan ik hier ook met mijn rechter muisknop op klikken. Dus je kan met links erop klikken. En dan ga ik hier bijvoorbeeld naar deze pagina. Klik ik hier met mijn rechter muisknop op, dan kan ik hier ook de inhoud bewerken. Dus ik kan hier ook bijvoorbeeld zeggen van, ik wil deze pagina's beheren. En dat kan dan, dan word je eigenlijk doorgewezen naar de pagina sectie. Maar je kan ook zeggen van, ik wil het ontwerp aanpassen. En dan krijg je hier diverse mogelijkheden om het ontwerp van je website menu aan te passen. Dus je kan hier zeggen van, nou, ik wil de kopjes boven links bijvoorbeeld. Dat is dat de geselecteerde pagina twee streepjes krijgt. En zo zijn er heel veel opties om bijvoorbeeld ook de geselecteerde pagina aan te passen. Dus bijvoorbeeld dat hij hier een kleurtje krijgt als die geselecteerd is. Groen of zwart. Nou, verder heb je hier dus ook de mogelijkheid om dit per mobiel te doen. Dus ik kan hier ook naar mobiel gaan. En dan klik ik hier op koptekst. Kijk, want hier heb ik dan het menu. Kijk, ik kan hier op koptekst klikken. Dan kan ik hier het ontwerp bewerken. En dan kan ik bijvoorbeeld nog de achtergrondkleur aanpassen.
Ik kan bijvoorbeeld zien, groen, dan wordt dit een ander kleurtje. Wat ook een mooie is, is als ik hier dus op dit hamburger-icoon klik. Dus ik open hier de website bouwen op mobiel. Ik klik op die hamburger. Dan kan ik hier dus ook mijn menu op mobiel speciaal aanpassen. Nou, dan heb je ook diverse opties die je gelijk kan selecteren. Persoonlijk ben ik erg fan van deze optie, die hier staat. Met die telefoon en menu. Of even kijken, ik kan hem hier beter laten zien. Dus dan kunnen mensen dus je direct bellen of je bezoeken of e-mailen. En dus gelijk onder je menu staan dus direct deze knoppen. Nou, als je meerdere winkels hebt, is dit natuurlijk wat lastiger. Dan kan je misschien beter deze link doorlinken naar bijvoorbeeld de contactpagina, hè, om je alsnog per winkel te benaderen. Maar als je gewoon één winkel hebt, dan is dit heel handig voor mobiel, dat mensen hier direct op kunnen klikken. En dat ga ik dan nu even uitleggen, hoe je dus zo'n knop aanpast. Want ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, van ik wil een, we doen het even op de homepagina. Klik ik hier op widgets aan de linkerkant. En dan kan ik hier zeggen knop. En die sleep ik dan in. En dan heb ik dus diverse mogelijkheden om mijn knop eigenlijk te koppelen. Of daar eigenlijk een actie aan te koppelen. Dus ik kan allereerst zeggen van ik wil aan een bestaande pagina doorlinken. Dus ik wil, stel je voor, je hebt bijvoorbeeld een merkpagina gemaakt. En die wil je doorlinken vanaf de homepagina. Nou, dan kan je hier bijvoorbeeld een knop neerzetten. En die kan ik hier dan typen. Dus ik zeg hier bijvoorbeeld, ik wil hier naar de Dicento pagina doorlinken. Dus dat kan dan. Hè? Dan klik ik hier op bestaande pagina. En dan zoek ik hier mijn pagina op. Ik kan hier ook de inhoud op die knop kan ik aanpassen. Dus dan zeg ik hier bijvoorbeeld nieuwe collectie. Even bekijk. Je moet het een beetje proactief maken natuurlijk. Bekijk de nieuwe collectie. En wat ook mogelijk is, is dus een externe pagina. Je kan doorlinken aan een pop-up. Dus kan ik hier zeggen een pop-up, login, nieuwe collectie. Die kan je dus maken, hè, bij pagina's, zoals ik zei. Een anker kan je ook instellen. En een anker is eigenlijk een andere plek op een pagina. Dus zeg bijvoorbeeld, ik heb hier een anker. Waar kan ik even kijken? Zie, ik heb hier al wat ankers gemaakt. Maar een anker kan je dus allereerst instellen op, zeg bijvoorbeeld deze homepagina. Dan ga ik naar de betreffende pagina. Dan klik ik hier op dit blauwe label, rij. En dan zeg ik hier instellen als anker. En dan zeg ik hier intro bijvoorbeeld. Hè. Dan vink ik dit uit, toevoegen aan site navigatie. Want je wil dat, je wil niet dat hij in het menu verschijnt. Dus dan kan ik dit heel eenvoudig uitzetten. Vervolgens voeg ik hem toe. En wat ik dan dus kan doen, dan kan ik vanaf deze knop zeggen anker, home en dan intro. Nou, dus als ik dan de volgende keer op die knop klik, ik heb hier wel een voorbeeldje. Als ik dan op de knop klik, dan ga ik ploem naar halverwege die pagina. En op die manier kan je dus, zeker als je een wat langere pagina hebt, dat gewoon heel mooi doorlinken. Je kan een knop of een afbeelding of een tekstlink ook koppelen aan een e-mailadres of aan bel ons. Dus dan kan ik hier zeggen mijn e-mail. Je kan die dus ook hier dus invoeren bij inhoud. Als ik daar mijn e-mailadres heb ingevuld, dan kan ik die hier ook selecteren. Hetzelfde geldt ook voor die bel ons. Je kan hier het telefoonnummer invoeren. Maar heb ik hem hier al ingevuld bij inhoud, dan kan ik hem ook direct selecteren. En dat is dus ook het leuke voor dat menu. Dat ik dus, en dan ga ik hier naar mobiel. Ik klik hier op dat hamburger-icoon. Dan kan ik hier ook zeggen van, deze belknop. Daar klik ik dan op, dat pictogram, die wil ik dan ook koppelen. Aan bijvoorbeeld het telefoonnummer. Dus dan voeg ik hier het telefoonnummer in. Het beste is om altijd te beginnen met plus 31. En dan je nummer. Of we koppelen hem aan een e-mailadres. Bijvoorbeeld deze. Die kan ik dan mooi koppelen aan mijn e-mail.
En wat ik vaak doe met die vind ons locatie, die koppel ik dan het liefst aan een externe URL. En dan doe ik dat bijvoorbeeld bij Google Maps. Dus dan ga ik gewoon naar Google Maps, typ ik daar mijn bedrijfslocatie in en dan plak ik die link daarin. En het mooie is dan dat mensen dan als ze op hun mobiel zitten, ze hoeven hier maar één keer op te drukken en dan gaat hij je bijvoorbeeld direct bellen. Of hij gaat je mailen. Of hij kan de route naar je winkel starten. Even kijken. Dan heb ik hier nog wat opties. Even kijken hoor. We gaan even terug. Zo, ik heb nu geprobeerd de basis een beetje uit te leggen van hoe je teksten aanpast, hoe je knoppen toevoegt, de header en de opmaak, hè, van de website, hoe je dat verder instelt. Ik kan nog laten zien hoe je een galerij toevoegt en daar de knoppen aan wijzigt. Want dat is ook best wel iets wat vaker voorkomt, van hoe pas je nou een foto aan? Want we horen wel eens van, als ik heb mijn foto aangepast, maar dan vervolgens dan is mijn link verdwenen. Nou, dus dat ga ik nu even nog laten zien. En dan kunnen we bijvoorbeeld, als je vragen hebt, stel ze gerust hier in de chat. Dan kunnen we daar naar kijken. En anders wil ik graag nog laten zien hoe je een merkpagina maakt. Dus dan doen we eigenlijk alle functionaliteiten die we toen net kort hebben toegelicht. Die gaan we dan even samenvoegen tot één nieuwe functie. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een galerij en zeg ik wil deze foto van horloges, die wil ik wijzigen. Nou, wat ik dan doe, ik klik hierop en dan verschijnt er een nieuw pop-upje om de inhoud van die fotogalerij te kunnen aanpassen. Nou, dan klik ik vervolgens, dan zie ik hier al mijn foto's en wat veel mensen doen is dan klikken ze hier eerst op het kruisje om die foto te verwijderen en vervolgens voegen ze een nieuwe foto toe. Dat kan, alleen het probleem dan is dat hier ook je tekst en de link waaraan die gekoppeld is, verdwijnt. Dus het beste wat je eigenlijk kan doen is, stel je voor, ik wil deze foto met dat horloge wijzigen. Dan klik ik hier op die foto, dan scroll ik in deze nieuwe pop-up die verschijnt iets omhoog. En dan klik ik hier op vervangen. Nou, vervolgens kan ik hier een foto uploaden. Of we kunnen hem ook zoeken. We hebben ook een hele leuke gratis database gekoppeld. Zie, gratis afbeeldingen. En daar kan je dan ook in zoeken. Dus dan zeg ik hier bijvoorbeeld horloge. Het beste is wel om te zoeken in Engelse termen. Want die database is Engels. Dus dan zoek ik hier bijvoorbeeld op watch. En dan krijg ik hier allemaal opties van horloges. Of wedding ring. Of diamond ring. Op die manier kan je dat toevoegen. Dus zeg bijvoorbeeld, ik wil deze foto gaan gebruiken. En deze foto's die mag je ook gratis gebruiken. Die zijn gewoon, er zit geen copyright op. Dus dat is wel handig. Kijk, en dan als ik die foto dus vervangen heb, dan blijft die dus ook deze link gekoppeld. En de titel naar het, dus die tekst die hierop staat. Even kijken hoor, roep, deze tekst. Ik kan nog een beschrijving toevoegen, een knop ook en altteksten. Een alttekst is dus eigenlijk die tekst die je aan een afbeelding toevoegt en voor de zoekmachine werkt. Dus bijvoorbeeld, dit is een horloge en je wil ook bij Google afbeeldingen gevonden worden. Dan kan je hier typen op horloge dames bijvoorbeeld. En natuurlijk is het altijd slim om voor je SEO ook je eigen locatie erbij te gebruiken. Dus bijvoorbeeld Schiermonnikoog of Amsterdam. En want op die manier, kijk, horloge dames Amsterdam, dan heb je natuurlijk veel meer kans dat je bovenaan komt, zonder dat het je echt wat gaat kosten. Want als je natuurlijk alleen op horloges gevonden wil worden, dan ga je concurreren met grote jongens en meisjes. En dat wil je natuurlijk niet, want dan heb je zelf ook grote budgetten nodig. Dus het is altijd goed om hier dan een wat langer keyword van te maken, met bijvoorbeeld je locatie. Even kijken, je kan hier ook nog deze galerij, dat is ook leuk, als ik daarop klik, kan ik ook nog het ontwerp instellen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld afbeeldingen wijzigen en toevoegen.
En ik kan hier ook nog zeggen van ik wil dit ontwerp aanpassen. Dus dan kan ik hier bovenin klik ik dan op ontwerp. En dan heb ik hier diverse opties qua galerij die ik kan aanpassen. Nou, je hebt hier ook nog meer functionaliteit of je de tekst erop wil zetten of liever eronder. Of er helemaal, kijk zie, nou is die, als ik hierop wijs, dan wordt die getoond. En hier is die, als ik hem, wordt die eigenlijk standaard eronder getoond. Kan je ook nog de positie daarvan bepalen. Het aantal kolommen, dus hoeveel foto's wil ik op een rij. Zeg bijvoorbeeld, ik wil er 4 op een rij. Dan kan dat. En ik kan ook zeggen van, nou, ik wil alle rijen zichtbaar maken of minder. Dus het is ook leuk om hier bijvoorbeeld een aparte pagina te maken met bijvoorbeeld een lookbook. En daar kan je natuurlijk ook weer mooi naar doorlinken. En dan vervolgens ook deze afbeeldingen weer onder inhoud. Bijvoorbeeld weer doorlinken naar bijvoorbeeld specifieke producten. Dus op die manier kan je natuurlijk een leuke sfeercollectie maken van bijvoorbeeld een nieuwe collectie. En die kan je dan weergeven. Of je zet natuurlijk de producten eronder. Nou, hier heb je nog aparte instellingen. Dat is eigenlijk iets te lang om nu uitgebreid op in te gaan. Maar kort gezegd kan je dus de hoogtes instellen. Het is echt leuk om dat eigenlijk even, gewoon even te proberen en te kijken hoe ver je komt. En dat gewoon helemaal naar smaak aan te passen. En vervolgens is het altijd verstandig met alle wijzigingen die je doet, om ook even nog te wisselen naar bijvoorbeeld tablet of naar mobiel. En daar dan ook dit aan te passen. Kijk, bijvoorbeeld als ik hier nu terug ga naar mobiel en ik ga, kijk, zie naar deze galerij. Dan zie ik die hier nu onder elkaar staan. En als ik erop klik, kan ik ook de inhoud en het ontwerp bewerken. De inhoud blijft dan voor elke pagina hetzelfde. Maar als ik ontwerp wijzig, dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen van, ik wil er 2 op een rij, op mobiel. Zie, dus dan wordt op mobiel, wordt dan speciaal die galerij aangepast. En het mooie is ook dus die teksten en knoppen, die worden dan specifiek ook voor mobiel gewijzigd. Dus als je dit hier wijzigt, dan wordt het niet direct ook op je desktop aangepast. Nou, laten we nu nog even een merkpagina aanmaken. Zeg bijvoorbeeld, ik wil een merkpagina maken. Dat, excuus. Even kijken. Daar ben ik weer. Volgen jullie het allemaal nog? Misschien gaat het, gaan we wat te veel dingen tegelijk behandelen hier. Maar dan hoor ik het graag. We gaan nu dus nog even al deze verschillende onderdelen, zoals tekst, afbeeldingen, knoppen en producten, gaan we dus weergeven op 1 pagina. Even kijken. Nou, dan ben ik hier dus bij pagina's. Allereerst klik ik op pagina's. En dan ga ik een nieuwe pagina aanmaken. Dus ik zeg nieuwe pagina. En dan krijg ik verschillende opties. Ik kan een blanco pagina toevoegen. Een pagina link. Of wat voorgeprogrammeerde pagina's. Of een mapje. Ja, een mapje is eigenlijk geen pagina. Maar daar kan je dan weer andere pagina's onder hangen. En hier heb je nog dynamische pagina's. Dat is niet relevant in dit geval. Dan klik ik hier op een nieuwe pagina toevoegen. Dus dan klik ik hier op die bovenste blanco pagina. En dan zeg ik hier bijvoorbeeld Seiko. Ik wil een merkpagina maken van Seiko. En dan zeg ik pagina toevoegen. Nou, dan heb ik een nieuwe pagina aangemaakt. En die wordt ook direct hier in het menu getoond. Nou, je kan hem ook, als ik hier op druk met mijn linker muisknop, kan ik hem ook slepen. Dus ik hou mijn muisknop ingedrukt. En dan sleep ik hem bijvoorbeeld onder horloges. En op die manier zet ik dus een pagina in mijn menu op een andere plek. Zie je, dus nu wordt die weergegeven hier onder horloges. Nou, dan maak ik dit iets breder. Vervolgens klik ik hier op dit blauwe label rij. En dan zeg ik hier toevoegen. En dan zeg ik rij hierboven. En heb ik dus een nieuwe rij aangemaakt.
Nou, vervolgens klik ik hier op... ik wil hier bijvoorbeeld eerst een tekst toevoegen. En dus dan zeg ik hier widgets. Dan klik ik op tekst. Daar hou ik mijn linkermuisknop ingedrukt. En die sleep ik dan naar de plek waar ik die tekst wil plaatsen. Nou, dan heb ik dat hier in deze rij gedaan. Dan klik ik hier op deze nieuwe alinea, of op die tekst. Dan zeg ik uitlijnen, midden. En dan zeg ik hier, in plaats van paragraaf, maken we hier een titel van. Dus bijvoorbeeld een H2. Zet ik hem weer in het midden. Nou, ik kan de kleur eventueel nog aanpassen. Kijk, dan heb ik hier nu deze tekst. Als door hier dus aan deze blauwe rand te trekken, kan ik ook die ruimte rondom tekst of elementen aanpassen. Het mooie is eigenlijk hoe meer witruimte, ook een beetje hoe luxer en hoe rustiger het ook wordt voor de gebruiker om je website te bezoeken. Nou, dan zet ik hier neer bijvoorbeeld Psycho Collectie. En dan vervolgens gaan we dus hier misschien nog even een mooi streepje onder zetten. Zeg bijvoorbeeld een divider. Kan ik hier de breedte aanpassen. Kijk, zie je, dan heb ik een streepje. En dan klik ik dan met mijn rechter muisknop op. En dan kan ik hem ook in het midden zetten. Zie je, dus kan ik hem in het midden uitlijnen. Excuses, ik praat nooit zoveel. Nou, het mooie is dus dat je dus elk element, als ik hem met mijn rechter muisknop op klik, heb ik hier dus nog diverse opties. Dus ik kan hem links uitlijnen, in het midden of rechts. Nou, vervolgens ga ik hier dus nu de producten eronder zetten. Nou, hoe doe ik dat? Dan klik ik hier op widgets. En dan zoek ik hier naar de widget producten. En ook die kan ik dan inslepen. Nou, ik kan zeggen, ik kan hem hier in een nieuwe rij invoegen. Of ik kan hem hier gewoon in de bestaande rij zetten. Nou, deze producten widget wil je eigenlijk altijd in een nieuwe rij zetten. Want het is best wel een zware widget. Waardoor je dus ook die code, die heeft gewoon eigenlijk die hele rij nodig om die producten te zetten. Dus je kan niet zeggen van ik wil mijn producten widget, die wil ik in een aparte kolom zetten. Kijk, hier werkt het wel, maar op je live website lukt dat dus niet. Nou, er zijn eigenlijk een paar dingen die belangrijk zijn dus voor die producten widget. Allereerst dat je maar op één pagina, je kan maar één producten widget op één pagina hebben. Je kan... even kijken hoor. Je moet altijd deze rij op breedte zetten. Eén moment hoor. Ja. Dus ik klik hier op rij. En dan zeg ik ontwerp bewerken en dan zeg ik rij over marge. Dat wil je dus altijd geregeld hebben bij een productenwidget. Want dan wordt die namelijk in de volledige breedte weergegeven. Nou, door hierop te klikken kan ik dus verschillende instellingen doen. Dus ik klik hier op deze afbeelding. Eigenlijk is het een afbeelding. Maar natuurlijk als ik hem de website publiceer, dan toont hij de producten op deze plek. Dus ik klik op deze afbeelding en dan vervolgens verschijnt er hier deze pop-up. Dan kan ik allereerst zeggen van ik wil de filters aan één kant tonen. Dus dan worden de filters ook getoond boven de producten. Ik kan bijvoorbeeld op een bepaalde manier sorteren. Opnieuw laatst toegevoegd. Meestal hou ik hem gewoon op geen. Hè, dus dan toont hij altijd gewoon de standaard. Ik kan een specifieke categorie selecteren. Bijvoorbeeld horloge, sieraad. Neem bijvoorbeeld voor Psycho, dan zijn bijvoorbeeld alle horloges. Dan wil je dat voor mooi wel alvast geselecteerd hebben. Want dan toont hij ook weer andere filters dan als ik hier categorie sieraad aanzet. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook merken zoals Sinzi, die hebben zowel
horloges als sieraden. Dan wil je natuurlijk, zet je bijvoorbeeld op alle. En dan kan de klant eerst nog filteren op bijvoorbeeld sieraad of horloge. En dan pas ziet hij andere productfilters. Nou, in dit geval zet ik hem dus op horloge. En vervolgens wat ik dan nog doe, ik kan hier natuurlijk nog instellingen maken van wil ik alleen herenproducten tonen, damesproducten. Of wil ik alle producten laten zien. Dus dan hoef ik geen geslacht aan te vinken. Hier kan ik ook nog een collectie invoeren. En de collectie wil eigenlijk zeggen van als ik geen merk wil maken, maar bijvoorbeeld een bepaalde artikelgroep hier wil tonen. Bijvoorbeeld alle geboorteartikelen. Dan kan ik hier ook mijn artikelgroep invoeren. En dan kan ik hier dan dan worden daar dus die producten getoond. In dit geval typ ik hier onder merknaam het merk wat ik hier wil tonen, Seiko. Het is belangrijk dat ik hier precies hetzelfde merk toon als dat ik hier bij mijn winkelinstellingen doe. Dus ik ga hier naar winkelinstellingen. En dan zie ik hier natuurlijk mijn merken staan. En dan ga ik hier naar het betreffende merk wat ik wil tonen. En dan moet ik precies deze naam, wil ik dan ook hier in dit vakje invoeren. Zodat de API ook die producten uit jouw winkel kan ophalen. Ik kan hier ook nog zeggen van ik wil filteren op bijvoorbeeld korting. Of op bestsellers of op uitgelicht. En als ik hier bijvoorbeeld dit op korting zet, dan toont hij alleen mijn sale producten van dit merk. Dus als je bijvoorbeeld een kortingspagina wil maken, dan gebruik je deze functie. Ook kan je bij ontwerp nog diverse instellingen doen. Maar voordat we daar naartoe gaan, is het belangrijk, bij de productenwidget hoeft dat alleen, om één keer deze pagina te verversen. Dat is eigenlijk, de productenwidget is een uitzondering, dat je alleen als ik de pagina ververs, of ik ga eerst naar een andere pagina en dan weer terug, dan slaat hij dus deze pop-up, de gegevens die ik in die pop-up heb gezet, die slaat hij dan op. Dus als ik hier nu op deze widget klik, zie dan heeft hij dit onthouden. En ik kan het even laten zien. Kijk, als ik hier bijvoorbeeld nu sieraad van maak, en ik ga hier weer uit en ik zeg, oh wacht even, ik wil toch nog iets aanpassen, dan klik ik hierop. Zie, dan houdt hij weer die vorige instellingen. Dus altijd als je hier een wijziging doet, of bijvoorbeeld wisselt naar ontwerp, dan wil je dat je eerst even de pagina een keer ververst, of eerst naar een andere pagina gaat en dan weer terug. Nou, en nu worden hier dus de producten op deze pagina getoond. Nou, nog een tip voor mensen die dit al iets meer mee doen of hier al iets mee weten. Het is verstandig om zeker met die nieuwe Google update, om ervoor te zorgen dat deze widget, dus deze productenwidget, onder de vouw komt te staan. Dus dan wil je zorgen dat deze eigenlijk hiertussen toch ook nog iets meer teksten en bijvoorbeeld afbeeldingen toont. Dus ik kan hier bijvoorbeeld nog zeggen van ik wil hier nog een mooie galerij toevoegen. En dat is, en zeg je hier bijvoorbeeld in een nieuwe rij. Kijk, het is natuurlijk heel leuk als je hier natuurlijk ook nog mooie sfeerbeelden maakt. En hier, kijk, dit is natuurlijk die galerij. Daar kan ik dan op klikken. En dan kan ik die afbeeldingen wijzigen. En dan kan ik hier mooie sfeerafbeeldingen maken van bijvoorbeeld dit merk. Ik kan ook nog meer teksten toevoegen. En op die manier kunnen mensen dus ook eerst even iets lezen. En dan vervolgens de producten zien. Ik ben benieuwd of dit zo een beetje duidelijk is. Of er nog vragen zijn. Een uur gaat supersnel. Laat dus ook gerust weten via e-mail of wat jullie in een volgende keer willen behandelen. Dan kunnen we bijvoorbeeld dieper ingaan op een specifiek onderwerp. Neem bijvoorbeeld het schrijven van een blog of bijvoorbeeld voor een speciale actie. Kunnen we bijvoorbeeld weer een aparte webinar opzetten, zodat we dat op deze manier kunnen doen. Nou, het is ook nog dus belangrijk om, als je deze pagina's dus gemaakt hebt, om dus altijd nog even je website opnieuw te publiceren en dan dus die wijzigingen ook echt live te zetten. En ik wil vooral zeggen van, ga het gerust even proberen. Het is superleuk. En ook belangrijk natuurlijk, het is eigenlijk gewoon de etalage van je winkel. Maar dan online. Dus we hebben hier
Remco heeft nog een vraag. Kijk even mee, Remco. Wat is de beste opbouw van een productpagina? Titel, producten, widget, SEO tekst, product widget, SEO tekst omgedraaid. Online zie je veel titel, producten, dan pas tekst. Even kijken, wat is de beste opbouw van een productpagina? Ja, precies. Online zie je veel titel, product. Oh, ja, en dan pas tekst. Ja, dat is inderdaad wel het beste om te doen. Je hebt hier natuurlijk... even kijken hoor. Ik ga het even kort laten zien. Het beste is inderdaad om... ga ik hier naar pagina's. En dan kan ik hier die pagina tonen. Onder e-commerce staat die pagina. Dan heb ik hier productdetails. En ik kan hier ook nog op deze widget klikken. Maar eigenlijk moet ik dat even laten zien. Kijk, ja, toch wat je heel veel ziet op heel veel websites. En waar ja, wij natuurlijk momenteel ook ons voorbeeld aan genomen hebben. Is dat je dus hier allereerst de foto hebt. Dan de titel en de prijs. Dan eigenlijk een korte tekst. Die heel kort zegt, eigenlijk in 2-3 zinnen zegt. Waarom je dat product moet verkopen. Of waarom dit specifieke product moet kopen. En dan natuurlijk daar direct dus die winkelwagenknop en dus die reserveerknop eronder. Dus het gaat vooral, hè, dat noemen ze wel eens de gouden driehoek, hè, zeggen ze dan bij Coolblue. Je hebt de afbeelding, je hebt de titel, prijs en dat winkelmandje. Dat zijn eigenlijk die drie hoeken, hoe mensen dan kijken, die je natuurlijk ook wil hebben. Het is ook leuk om bij winkel aanpassen. Dus bij je winkelinstellingen, webshop, hier onderin ook nog je unieke verkoopargumenten in te voeren. En dan worden die dus ook getoond onder jouw knop. Dus dat zie je natuurlijk ook wel eens, zeker bij Bol. Zie je bijvoorbeeld die winkelwagenknop en daaronder zie je dan die 4 USP's waarom je nu bij deze juwelier of bij dit bedrijf moet kopen. En wat ook een mooie is, dat is ook een aanvulling geweest, vaak een klantwens en een goede tip om bijvoorbeeld ook die retour- en levertijden hieronder alvast te tonen. Dus je hebt, dit is dan natuurlijk nog even terugkomend kort op jouw vraag, je hebt die korte beschrijving en die lange beschrijving. Het is inderdaad goed om dan hier kort te zeggen van waarom je dit product nu moet hebben, zodat die winkelwagenknop ook goed in beeld is. En dan heb je hier natuurlijk... Daaronder hebben we nog die lange beschrijving. Die kan je ook invullen bij het product. En daar kan je dan meer je SEO-teksten kwijt. En wat ik dus wilde zeggen, is dat je ook nog die levering- en retour-optie hebt. En dat is natuurlijk ook belangrijk om even in te vullen bij je winkelinstellingen. Levering- en retour-tabblad. Want mensen willen natuurlijk altijd, voordat ze bij jou willen kopen, willen ze heel duidelijk weten waarom ze bij jou moeten kopen. En het is natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk onduidelijkheid weg te halen. Dus bijvoorbeeld ook, je hebt natuurlijk altijd vragen over bijvoorbeeld retouren of over de levering. En wat het natuurlijk kost en waarom je bij jou moet kopen. Dus dan als je dat natuurlijk direct ook al realiseert op die productpagina. Dus zegt wat je krijgt, alle drempels die er mogelijk maar kunnen zijn om die weg te halen. Hè, dus bijvoorbeeld morgen in huis of... track and trace, noem maar op, dan neem je natuurlijk steeds meer hobbels voor je klant weg om direct bij jou te kopen. Wat ook nogal leuk is, dat kan ik misschien nog net even zeggen. Ik bedoel eigenlijk de opbouw van bijvoorbeeld de net door jou gebouwde cyclepagina. Oh, op die manier. Ja, nee, het beste is dus, dit is inderdaad een productpagina, maar zo'n productenoverzicht, die wil je dus... Dat zou ik persoonlijk zeggen van dit is dan het beste. Als je in dat eerst die titel hebt, dan sfeer en dan de producten. Je wil natuurlijk ook wel eens, kijk je kan hieronder ook meer SEO tekst zetten. Dat zie je in dat ook veel bij grote partijen. Dus dat is ook zeker een goede, maar je wil ook genoeg tekst hierboven hebben. Dus zeg bijvoorbeeld als je hier 100, 200 woorden hebt... Dat zou natuurlijk wel super zijn. En als je dat nog verder wil aanvullen, dan kan je dat het beste inderdaad in een nieuwe rij onder de producten widget plaatsen.
Dus dan, en op die manier hoeven mensen natuurlijk niet al die tekst te lezen, maar draagt het wel weer bij aan de waarde van jouw pagina. Nou, de tijd is snel gegaan. We gaan afronden. Ik dank jullie hartelijk voor de aandacht. Als er verder nog vragen zijn, dan kom ik daar graag weer op terug. En anders natuurlijk weer tot de volgende keer. We hopen het niet aanstaande maandag te doen, want dat is Pinksteren. Maar die maandag erop, dan gaan we weer een mooi onderwerp uitkiezen of uitbedenken. En weer een mooi informatief webinar van maken. Als jullie nog tips hebben, dan hoor ik het graag. Dan kunnen we het de volgende keer weer verbeteren. En ik ben blij dat Evelien, het is heel veel Evelien, inderdaad. Om misschien voor de eerste keer te begrijpen. Zijn allemaal stapjes. Dus als je nog vragen hebt, laat gerust even weten. En anders dan gaan we het gewoon nog een keer behandelen volgende week in een nieuw webinar. Nou, bedankt allemaal. En een fijne dag nog. Goede Pinksteren. Tot ziens.